bij Topnames deze week vanuit Austin in Texas. Bij jullie is het rond 9 als je dit ziet straks. Dat is wat er gebeurt. We zijn hier namelijk aan het opnemen. Ja, bij ons 3 uur 's middags. Het is lekker weer. Absoluut. Ik ben traditiegetrouw met een biertje van de lokale biersponsor begonnen. Ja, voor mij nog wat te vroeg. Jij bent er nog niet aan toe. Een flesje water. Ja. Ja, moet ook even voor wie het niet weet. South by Southwest is een festival waar voor mij de 12e keer is. Jij ietsje minder, maar ongeveer evenveel. 10e denk ik. Ja. Als jij van huis gaat en je vertelt aan mensen waar je naartoe gaat, wat zeg je dan? Ik zeg altijd, het is een muziekfestival, een filmfestival, gecombineerd met heel veel, eigenlijk een conferentie over technologie en vooral de maatschappelijke impact daarvan. Het valt mij namelijk op dat in toenemende mate het technologiedeel, waar we oorspronkelijk voor kwamen, niet meer over technologie gaat, maar vooral over wat er in de maatschappij allemaal gebeurt onder invloed van die technologie. En ik vind dat heel interessant. Ja, absoluut. Jeroen van Herp, jij bent waarschijnlijk wel vaker nog dan wij hier geweest. Weet jij nog hoeveel keer je hier bent geweest? Ja, ik heb het uitgerekend. Dit is nummertje 19. 19? Ja. Respect. Ja. Je bent van fabriek, het bedrijf, en je werkt voor, op de TU Delft. Ja. Dat is het andere wat je doet. Omdat je hier vaak komt en omdat je verstand van zaken hebt, is het fijn met jou eventjes jouw hoofdlijnen door te nemen. Wat zijn de dingen die jou tot nu toe zijn opgevallen dit jaar? Ik ga helemaal met Roland mee over de impact. En ik vind dat eigenlijk ook heel goed. Het was ooit een conferentie, hè? Want dat is een groot verschil. De muziek en film is voor een deel een publieksevenement, maar de technologieconferentie Interactive is dat eigenlijk niet. Het is voor professionals. En we hebben heel erg de beweging gezien, is dat het van helemaal over de what naar de how en de why is gegaan. En die why gaat over de impact. En je ziet ook hoe ze de panels en de praatjes geclusterd hebben. Is dat gaat volgens de maatschappelijke, grote maatschappelijke thema's. Hè? Dus cities government, sustainability, health en dergelijke. En ik denk dat dat een hele goede beweging is. Maar dat maakt het wel ook een hele andere conferentie dan 5 of 10 jaar geleden. En ik denk dat dat vanuit het businessperspectief van South by Southwest heel slim is. Omdat namelijk alle kennis als het gaat over de uitvoering van dingen, ja, die is altijd overal beschikbaar voor iedereen. Ik weet nog dat ik een jaar of 6, 7 geleden eens een keer bij een panel binnenliep en dat ging over kaarten. En dat was iemand die een uur lang alleen maar vertelde hoe je dus op kaarten pointers moest zetten. En met code. En de hele zaal zat met een iPad en een laptop. En die zaten dat allemaal te doen. En dat was een soort workshop. Ja, en daar zijn we wel voorbij. Want ik denk, ja, daarvoor... We bekijken dus meer bespiegelend naar de ontwikkelingen. Ja. Je hebt hier nu ook 3, 4 dagen rondgelopen. Net als wij. Wat zijn de thema's die je nu opvallen? En wat haal je eruit? Ja, kijk, de thema's die kun je aflezen aan de titels. Hè? Dus een heleboel met AI en data. Maar ik zou eigenlijk iets anders in willen brengen. Is wat mij heel erg opvalt. En bijna bij alle praatjes. Is de worsteling die gaande is over de belofte van de technologie. Als het gaat over artificial intelligence. Ik denk dat ik 6 panels ben geweest. Waarvan er slechts in 2 panels iemand uitlegde wat het was. Of wat het zou moeten zijn. En niemand is gekomen met een goed voorbeeld waar het werkte. Waar het dus voorbij taakgedreven technologie gaat. En dat is wel interessant. Want blijkbaar... kijk, wij zijn allemaal geboren onder het sterrenbeeld Labrador. Je gooit een bal, we hollen erachteraan. Voor je het weet liggen we in de sloot. We zijn dol op die beloftes en daarom gaan we erheen. Maar niemand durft te zeggen dat we er nog lang niet zijn. Echt nog lang niet. En dat valt me wel op. Dus we koesteren die belofte op allerlei terreinen. Ja, maar we koesteren de droom. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook dat er een vertrouwenscrisis is. Dat ik merk overal in alle sessies dat er grote en belangrijke vragen worden gesteld over het ethische en moreel kompas van de grote technologiebedrijven. Ja, dat is ook echt een heel groot ding. Maar wat ik ook
een gek thema vindt. Is er wordt heel veel over privacy gesproken. Er wordt heel veel over, zou jij je data willen geven? Dat. Heel veel, heel speculatief. Terwijl ik denk, daar moeten we mee ophouden. Die hele privacy discussie, zoals we die nu voeren. Ik ben ervan overtuigd dat we over 10 jaar gewoon rollend over de grond liggen. Van hoe naïef die is. Kijk, als mensen aan mij mijn data vragen. Dan wil ik maar 1 ding weten. Ja, wat ga je ermee doen en wat heb ik eraan? Dus het enige wat wij moeten doen om vooruitgang te creëren is niet eindeloos die discussie over die data voeren. Nee, bedenk toepassingen waar iedereen heel blij van wordt, waar mijn hart een sprongetje van maakt. En dan gaan we het daarna wel oplossen. En legt de controle bij, want daar en legt de controle. Natuurlijk, natuurlijk. Maar ja. We kunnen eindeloos speculeren. Ja, maar mensen gaan pas beweren. Dat vind ik toch een lastige daarna wel oplossen. Want wat je ziet wat er nu gebeurt, is dat het profilen wat door die grote jongens gebeurt, of het nou Microsoft is met LinkedIn of we zijn wel de grens voorbij, laat maar gebeuren. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen, laten we toepassingen bedenken voor data, hè? Ook in healthcare. Ja. Ja. Waarvan ze van denken van ja, maar ik wil dat gebeurt, dit wil ik, want daar wordt mijn leven beter van. Waardoor ik op een andere manier tegen data aankijk. Ik heb een afstudeerder op data in healthcare, waarbij het blijkt zo te zijn dat als mensen bijvoorbeeld hartfalen hebben, en dan alle data die ze kunnen geven, geven ze. Dat is geen probleem. Maar ga je mensen van 25 vragen, wil jij je hartdata afgeven? Dan zeg je, ja, maar waarom? Nou, dat is namelijk om onderzoek te doen, preventief, om te kijken hoe je uit die cloud... Voor te voorkomen dat je straks... Dus, en dat is een ingewikkeld ding. Maar zo, du moment dat jij die benefits heel goed kan uitleggen en het laagdrempelig kan maken dat die data gegeven worden en ook de zekerheid wil geven dat er goed mee om wordt gegaan, gaan mensen zich anders gedragen. En ik denk dat we die beweging moeten maken. En het feit dat de techbedrijven grote hoeveelheden data hebben, ja, we moeten ook eens naar onszelf kijken. Hè. In Amerika helemaal. Amerikanen zijn dol op gratis. Dus Facebook kan in 1 klap het probleem oplossen door te zeggen, jongens, we gaan alleen maar naar een subscription model. En alle data zijn van jou. En we gaan geen reclames meer doen. Dat kan ook, hè. Dat is ook weer niet goed. Dus wij als maatschappij moeten we ook ons realiseren is dat we soms gewoon verwende snottapen zijn, omdat we het allemaal gratis willen hebben. Ook gij. Brutus. Ja. Nee, toch? Nee, ik, ja, toch? Ik wil even terug naar het eerste wat je zei. Ik was toevallig bij een sessie over kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg. Ja. Intrigerende sessie van 2 mensen die zeiden, een daarvan was een dermatoloog en de ander was bezig met, ik weet niet hoe je het in Nederland zegt, maar ogen door diabetes. Ja. Zijn allebei trajecten waar ze al 20, 25 jaar mee bezig zijn, hoe je die diagnoses in regels zou kunnen vatten. Dus continue projecten, stapje voor stapje voor stapje. Waarbij je ziet dat nu op basis van kunstmatige intelligentie de diagnose gesteld wordt. Ik concludeer maar hoe die belofte, die werkt dus inmiddels op die hele kleine gebiedjes. Ja, ja, klopt. Die heel duidelijk te definiëren zijn. Waarbij de medische wetenschap heel goed de indicatoren kan bepalen waar er naar gekeken moet worden. Dan werkt het. Ja, maar leg mij nou eens uit. Leg mij nou eens uit dan. Ja, maar leg mij nou eens uit waarom dat kunstmatige intelligentie heet. Waarom is dat nou specifiek kunstmatige intelligentie? Nou, omdat ik denk dat ze dat zo noemen, omdat het combineren van grote hoeveelheden data is. Ja. Er zit machine learning in. Ja. En de machine kan op een gegeven moment veel meer, veel sneller en veel goedkoper dan dat een mens dat zou kunnen. Ja, maar dat is toch gewoon klassiek inderdaad machine learning. Dat, het is toch niet zo dat het een intelligentie toevoegt die ons verbaast. Die is nauwelijks ergens, dat denk ik al. Het zijn meer de grote hoeveelheden die je door kan ploegen nu eenmaal met een computer. En wat ik daarop aansluit, juist zoals hij ook had jij bij die sessie, maar had ik vandaag ook weer bij de sessie, die ging over toepassen van zeg maar, automatische journalistiek. Je ziet ook heel erg, juist nu weer eigenlijk, de relativering van de mogelijkheden van wat we AI noemen. Hè? Ja. Of je het dan even zo moet noemen, is aan de vraag. Ja. Maar eigenlijk, want dat zeggen ze bij die sessie van jou ook,
Op kleine toepassingen met grote hoeveelheden data is het heel waardevol. Klopt. Maar veel meer moet je er eigenlijk ook nog niet... Wat ik ook heel interessant vind, want dat constateerden wij ook bij ons aan de ontbijttafel, bij ons in huis. Ja. Dat wij steeds meer de neiging om dit disruptie te noemen. En weet ik wat, terwijl de dingen die we zien werken, dat gaat allemaal vanuit de continuïteit. Nee. En als je het vanuit de continuïteit bekijkt, kleine stapjes richting betere oplossingen, is het ook allemaal helemaal niet zo eng. Nee, maar laat ik een voorbeeld noemen. Er is een clubje geweest, ik ben even kwijt waar, volgens mij kun je dit gewoon op YouTube vinden, die aan de hand van analyses van Beatle-nummers een nieuw Beatle-nummer hebben gemaakt. Nou, dan hoor je dat liedje en dan denk je, ja, een Beatle-nummer, even de goede stemmetjes erbij, helemaal goed. Maar wat ze vergeten is dat de Beatles met elke plaat, bijna met elke nummers, iets nieuws bedacht, iets toevoegde, iets wat ze uit de lucht plukte, iets wat, noem het even, uit de cultuur kwam. Nee, het is dus een pastiche, dat nummer. En dus niet een Beatle-liedje in de zin van dat het wat toevoegt. Ja, dus dat en een oeuvre. Dus ik denk dat wat dat betreft zitten we nog... Is artificial intelligence echt nog een belofte? Klaar. Laten we niet alleen maar over artificial intelligence hebben. Wat andere dingen die jij echt... Noem eens iets wat je heel erg leuk vond. Ik was super onder de indruk van het interview met Margrethe Vestager, de European Commissioner for Fair Trade. Mm-hmm. Dat is een Deense dame die ook ooit model heeft gestaan voor Borgen. Zij was op haar 29e ook minister. En ik heb zelden iemand op al die vragen, ook met betrekking tot wat moeten we met de techcompanies, zo'n gewogen antwoord horen geven als zij. En zij kon precies uitleggen waar ligt de grens. Hè? Waar moeten we het allerzwaarste middel inzetten om de techcompanies op te breken? Waar kunnen we op een andere manier bijsturen? Echt fantastisch. Zie je, ik kan iedereen aanraden om dat terug te kijken. Ja. Ja. En wat als je dit nu aanhaalt, hè, want we zeiden het al hier, als je de ontwikkeling ziet. Kijk, het aantal sessies nu, wat over maatschappelijke thema's gaat, waar natuurlijk technologie een rol in speelt, maar eigenlijk een andere startpunt hebben, gaat ook over inclusiviteit. Hoe zorgen we dat? Ja. Er zijn wel 50 sessies volgens mij die je daar over kan volgen. Ja. Ik vind in ieder geval heel duidelijk dat het verschoven is, het accent van wat kan de technologie naar, moeten we dit allemaal wel willen of als we het willen, hoe doen we dat dan? Ook een hele goede was, daar ben ik niet geweest, ik ga even terugkijken, heb een hele goede verhaal, Arlen Hamilton. Dat is een donkere gay dame die dakloos is geweest en nu inmiddels venture capitalist is. Echt fascinerend verhaal. En past 200% hier in het programma. En ik vind het juist wel goed dat aan de orde komt. Omdat alle andere zaken zijn op andere momenten beschikbaar. En wat ik heel interessant vind, altijd als ik hier ben. Ik word altijd geconfronteerd met de Amerikaanse cultuur, die we zo goed kennen, van de tv. En als je hier bent, dan denk je, jullie zijn echt heel anders dan wij. Het verschil is veel groter, maar daardoor niet minder fascinerend. En daarom is het heel interessant om die mensen op het podium te zien. Daarom vond ik het een eye-opener, toen ik vorig jaar gewoon op een paar meter van Elon Musk bij dat interview zat. Ja, was ik ook bij. Dat ik dacht van, ja, dat was fascinerend, jij bent gewoon een omhooggevallen snottaap. Ja. Die werkelijk, je denkt niet verder dan je neus lang is. Je gilt wat en je krijgt het van elkaar. Dat ben ik dan weer niet helemaal met je eens. Ja. Maar ik vond het wel fascinerend wat daar gebeurde. Ja, maar fascinerend. Ja. Maar ook dat, ik vind dat interessant. Ja, dus en als jij komend weekend weer in Nederland bent. Ja. En mensen die hier nooit geweest zijn, die vragen aan jou. Want je komt weer terug met enthousiaste verhalen. Als ik mensen hoorde zeggen, moet ik daar dan ook een keer heen gaan? Dan zeg je ja, maar dan vragen ze, ja, waarom dan? Wat ga ik daar dan doen? Wat antwoord jij dan? Ja, dat moet je zelf ontdekken. Klaar. Het is bijna niet mogelijk om iemand hierheen te sturen met een lijstje en een programma. Je moet er gewoon springen erin. Dan vind je weg. Dat is bijna het enige hoe het werkt. Het is zo... Als je hier de eerste keer komt, het is absoluut overweldigend. Tientallen sessies tegelijk. Echt. En mijn tip is altijd, neem één of twee thema's. Stick to the topic. Kies daaruit, dan weet je ook altijd waar je heen moet. Dat is ook een soort praktisch dingetje. En daar is genoeg uit te halen. Ja. Ja. Dus en dat werkt heel erg goed. Ja, dus, en ik zeg altijd als ik één nieuw inzicht per dag opdoe. Nou, dat gebeurt niet elke week.
Als je thuis bent. Als ik thuis ben. Ja. Dus volgend jaar weer? 20? Ga je de 20 volmaken? Ik ga de 20 absoluut volmaken. En misschien ook wel de 30, want de 40, ja, je weet het niet. Nee, ik ga, als wat nu voor staat, ga ik weer. Ja. Ja. Oké. Okay. Super. En jullie toch ook? Wij zeker. Absoluut. Want jullie vieren je 10-jarig jubileum volgend jaar hier met een party, heb ik begrepen. Ja, net dat klopt. Ja, klopt. We huren dan zijn ruimte als deze af. Ja. We hebben nu nog een jaar om de crowdfunding te doen. Dus we dachten aan wat creatieve bureaus, zoals Fabriek of zo. Ja. Misschien dat die dat kunnen sponsoren. Ja, ik zou ze zeker benaderen. Ik ga er niet over, zeg ik er ook bij. Ja, wat hebben we er nou aan? Dan nodigen we je volgend jaar graag weer uit. Ja. Dat absoluut. Ja. Hey, heel erg bedankt, man. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We doen 3 interviews vanuit Austin. Kijk je live, blijf dan kijken. Kijk je on demand. Dan weet je dat je die allemaal kunt terugzien. Tot straks. Dag.